Op 11 januari 1997 is er voor de laatste keer een singeltocht gehouden in Breda. Het vriest alweer een aantal dagen streng. Ook overdag komt de temperatuur niet boven het vriespunt. Dus wie weet komt er weer een singeltocht in Breda. Maar daarvoor moet eerst het ijs opgebeten worden op de Bredaanse singels. En dat gaat nu Joost van Poppel doen. We zijn heel benieuwd hoe dik de ijsdikte is op de Bredaanse singels. Zes. Hoeveel is dat nou? Even meten. 6. Weinig hoor, er was heel weinig ijs nog. Is het maar 5,5? 5,5 centimeter ongeveer. 5,5. Joost van Poppel, ja, net op 2 plaatsen gemeten. Een beetje teleurstellend. Het is echt teleurstellend. Het is echt erg weinig. Op de ijsbaan, de natuurijsbaan, is het al 9 centimeter. En hier pas 5,5. En het begint te kraken, hè? Behoorlijk te kraken. Zullen we er maar af gaan hier? Veilig is op vandaag. Ja, we gaan eraf. Zo, we staan weer op veilige grond, hè? Ja, veilige plaats, ja, zeg dat. Ja, 5,5 centimeter, dan kan dat natuurlijk niet, hè? Absoluut te weinig. Absoluut te weinig. Er komen natuurlijk heel veel mensen op af. Dus er moet zeker nog 10 centimeter bij komen. Wil het echt verantwoord zijn om hier te gaan schaatsen. Nu is dit stromend water. Dus dat scheelt natuurlijk ook dat het niet zo'n ijsgroei is. Er is weinig ijsgroei natuurlijk. Het water steeds in beweging hier. Met name met de brug hebben we ook problemen natuurlijk. Omdat er toch windgaten zijn. En dat vriest ook heel moeilijk dicht. Dus voorlopig denk ik niet dat het erin zit om echt een grote tocht te gaan maken hier. Hoeveel nachten moet het nog streng vriezen? Wil er inderdaad een singeltocht 2012 komen in Breda? Ja, dan moet ik hem ook een beetje richten op wat er gezegd op de tv met betrekking tot de Elfstedentocht. Daar hebben ze het ook over, toch mogelijkerwijs aan het eind van deze week of begin volgende week. Maar ik kan er ook verder niks anders over zeggen, want er moet echt nog veel bij. Ik denk dat er hier nog meer bij moet dan in Friesland. En op zijn plat Breda's zeggen, het gaat nog niet door. Het gaat nog niet door, nee. Het gaat nog niet door, hè? Nee.